Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij deel 7 van de Pokémon Sword and Shield playthrough op Crazy Coon. Super tof dat je weer kijkt. De vorige keer hadden we met Ben een flink aantal Pokémon in dit veld al verslagen. Een aantal trainers verslagen, Pokémon gevangen. En daardoor ziet de huidige party er als volgt uit. Senior op level 17, Sven, Lassie, we hebben Raphael, we hebben Kong natuurlijk en we hebben Logan, de Corvus Squire. Ik wil eigenlijk vooral Senior nog een klein stukje omhoog zien te krijgen voor de gym battle die er hier natuurlijk hopelijk deze aflevering aan gaat komen. En ik ga direct hier nog proberen om een Pikachu te vangen. Dit keer is het een vrouwtje. De Pikachu vangen mislukte in de vorige aflevering namelijk omdat een branch poke van onze Kong super effective was in plaats van... Het was een critical hit. Ik zeg het verkeerd. En dat feinte de Pikachu. Deze blijft in één keer zitten. Waarmee we deze aflevering onmiddellijk een vliegende start hebben met deze Pokémon in de pocket. En in de Pokédex. Er zitten hier namelijk sowieso nog een paar trainers in dit gebied die ik sowieso wil proberen uit te dagen. Ik zie daar allemaal Pokémon. Wat Meowth. Pokémon die ik niet kan zien. Eens kijken wat dat dan is. Ik zag de item daar. Oh, een Budgie. Leuk. Kijken of we die in één keer kunnen vangen. Senior is hopelijk niet nodig. Als deze Budgie gewoon in één keer in de Pokéball blijft zitten. Laten we eens kijken. 1. Nee. Oh jee. Oh, dit is vervelend. Niet omdat ik... Nou, per se wil kunnen bewegen, maar wel omdat dit tegen trainers lastig is. Kom, blijven we de tweede ronde gewoon eens in zitten, joh. 3. Ik blijf me erover verbazen dat dit wil. Duimpje omhoog. Hopelijk blijft dan dit vanggeluk gewoon doorgaan. En abonneer natuurlijk voor meer als je meer Pokémon Go of Pokémon Sword and Shield content wil. Ik zag namelijk in de comments dat er ook iemand zei, Koen, maak gewoon Pokémon Go, dat vind ik veel leuker. Maak je geen zorgen, ik blijf gewoon minimaal 2 Pokémon Go video's per week maken. En naast die 2 Pokémon Go video's blijf ik Pokémon Sword and Shield ook spelen. Want ik vind het super leuk om te doen. Volgens mij is het echt best wel een toffe game. En er zijn ook mensen die deze game kijken omdat ze bijvoorbeeld zelf geen Switch hebben. En die wil ik het verhaal graag kunnen bieden. Dus blijf rustig hangen. Ook Pokémon Go video's blijven komen. Maak je daar geen zorgen over. En we gaan eens kijken wat deze Eevee trainer wil. Pokémon Go Kid? Ja, Pokékid. Pokékid Mia in dit geval. Die heeft vast een Eevee. De kledij verraden natuurlijk al enigszins. Senior. Laten we eens gaan kijken wat we met Flame Wheel tegen deze Eevee kunnen beginnen. Die een baby doll eyes gebruikt. Daarmee gaat onze attack omlaag. Dat is vervelend. Vooral omdat het nu maar minder dan de helft van de schade aanricht die het anders zou doen. Ah, Eevee is in elk geval burned. Dat betekent dat zijn of haar attack, moet ik in dit geval zeggen, ook gehalveerd is. En dat ze een beetje schade oploopt. Dus hopelijk is deze Flame Wheel genoeg. Quick attack heeft natuurlijk altijd priority. Kom op, senior. Kijk, dat was Eevee. En dat was Mia. I'm an Eevee. I'm downhearted because I lost. Maar ze lacht er gelukkig nog wel bij. Ze is nog vrolijk. En zo moet het natuurlijk ook zijn. Oh ja, er lag een item helemaal onderin hier, dacht ik te zien. Ja, kijk, daar glinstert iets. Een revival herb. Oké. Ik probeer de Pokémon die hier zitten zoveel mogelijk te ontwijken. Maar ik wil wel het grasveld nog even door. Oh, terwijl ik ook deze Yamper en deze Pikachu ontwijk. En deze Pikachu is geen Pikachu, maar een Pokémon trainer. Pokékid Rise. En die gaan we natuurlijk wel uitdagen. Joltik. Cool. Bug en Electric. Gen 6 of 7 volgens mij. Dit zijn dus de generaties die ik gemist heb. Hier mis ik Ben dus. Die weet dit soort dingen. Als je de vorige afleveringen met Ben nog niet gekeken hebt, zou ik dat zeer zeker doen. Dan blijf je niet alleen op de hoogte van de hele serie, maar ook op de hoogte van zijn Pokémon-kennis, die als het gaat om de latere generaties op dit moment beter is dan die van mij. Grubbin is de tweede.
Dat is een naam die mij, niet bekend voorkomt, wilde ik zeggen. Maar dat is niet helemaal zo. Die heb ik namelijk hier al gevangen. Ook een bug-type. Dus dit zou ook super effectief moeten zijn. Kijk, keurig. En dat was Pokekid Rise. Hartelijk dank. Voor het geld, voor de experience en voor deze TM Pin Missile. Hey, is dat een mannetjes Pikachu? Nee, weer een vrouwtje. In de Overworld had hij dus het mannelijke Pikachu teken. Pikachu heeft meestal static als ability, dus ik ga gewoon wegrennen. Oh, maar dat lukte niet. Overleef dit. En nu lukte het wel. Wah, ik zat in de val. Skip! Ik zie nog één grasveld dat we nog niet onderzocht hebben. Terwijl ik hier een Repel vind. Daar twee Diglett zie. En hier nog een Eevee trainer. I'm a wild Pokekid now. Oké, Pokekid Sunny. Ze ziet er in elk geval ook opgewekt uit. Milstery, dat is een Pokémon die ik niet ken. Zou jij hier ook zitten? Denk het haast wel. Meestal zijn de Pokémon die dit soort trainers hebben ook een indicatie van welke Pokémon je tegen gaat komen. Dit is een Fairy-type move. De Fairy-type variant van Absorb, zo te zien. Nou, dat hele kleine beetje health mogen ze hebben. Signore, Flame Wheel, pak aan. Kijk, en dat was Sunny. Ook hier, bedankt voor de experience. Het is inderdaad nu al voorbij. En dan vraag ik mij hier nu toch af wat hier nog allemaal zit. In elk geval zo'n Meowth, die dus niet evolueerde in Persian, las ik, maar wel ergens anders in. Het is in elk geval een Steel-type Pokémon, wat hem echt de ideale kandidaat maakt om Senior nog even wat Flame Wheels te laten oefenen. Alleen net niet helemaal neer, dat is dan wel weer jammer. Want als hij met één Flame Wheel neer zou zijn, zou het een super Pokémon zijn om eventjes op te trainen. Want er zitten hier een heleboel. De eerste gym is namelijk Grass-type, dus ik wil Senior graag ook op level 20. En dan gaan we die gym in. Ik ga er namelijk vanuit dat dat wel genoeg moet zijn. Pile of Silver Powder, Bug-type moves worden daar sterker van. Hier ligt een verborgen Energy Root Extremely 120 HP. Wat is dit? Weer een Meowth. Dat betekent weer experience. Ik zal jullie het gevecht besparen. En de zoektocht naar de Fairy-type Pokémon, denk ik, duurt voort. Een Wooloo. Defensief sterk. Normal-type, waardoor ik toch weer het hebben van een Fighting-type Pokémon mis. Misschien had ik toch Machop of Timber mee moeten nemen. Wat is dit? Share this guard with the target? Ik heb geen idee. Zolang dit gewoon doorgaat en Wooloo neer is, vind ik het prima. Het is toch geen Destiny Bond? Nee, het is geen Destiny Bond. We blijven gewoon leven. 19. En daarmee zijn we dan nog maar één niveau van 20 af. Dat is best keurig. Kijk! Daar hadden we hem! Joltik! Die dus ook op deze route zit. Ik heb alleen wel weinig ballen over. Dus ik moet zo meteen in het Pokémon Center dat in elk geval bijvullen. Hopen dat hij in één keer blijft zitten. Of dat hij dit niet doet. Toch maar even een aanval erin. Bug Bite doet hopelijk niet zoveel. Nope. En deze bite hopelijk genoeg om in elk geval wat schade aan te richten. Oh, dit kan zelfs nog een keer. Incasseren we. Doe maar. Makkie. Not very effective ook. Keurig. Senior. Gebruik nog een keer Bite. Geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt trouwens. En dan gebruiken we een Great Ball. In de hoop dat je dan wel blijft zitten. Eén keer. Twee keer. Drie keer. Yes. Hebbes. Joltik is toch binnen. Nieuw in de Pokédex. En dan gaan we gewoon verder. Joltik mag naar de box. Ik ben niet van plan om hem gaan mee te nemen, want het is namelijk geen generatie 8 Pokémon. Nog een uitroepteken. Deze Meowth verslaan we nog. En dan loop ik het veld uit. Gaan we richting de gym. Signore zit nog niet helemaal op 20, maar level 19 zal vast genoeg zijn. Kijk, Meowth is in elk geval in één keer neer. Oké. Ik laat me toch verleiden om daar weer eventjes te gaan kijken.
Oké, skip. We gaan naar de stad. Kijk aan. Ik dacht, we lopen toch nog maar eventjes door. Daar hebben we er eentje. Milthory. Ik ga gewoon in één keer een Great Ball gooien in de hoop dat die blijft zitten. We hebben niet zo heel veel ballen meer over. Dus ik hoop dat dit werkt. 1 keer. 2 keer. Kom op. 3 keer. Kijk, komen we toch ook nog met de Fairy-type Pokémon hier weg. Tenminste, ik neem aan dat het een Fairy-type Pokémon is, gezien zijn aanval. Added to the Pokédex. Fairy, inderdaad. This Pokémon was born from sweet-smelling particles in the air. Its body is made of cream. Dan is het dus letterlijk een zoete Pokémon. Letterlijk iets uit niets. De rest van deze Pokémon gaan we negeren. Deze X-accuracies nemen we mee. En Diglett mag daar rustig blijven. Wooloo, where do you think you are going? En een bää. Oh, daar komt iets aangerold. Wooloo crashed into you. Hey, dat is de gymleader. My, are you okay? You took that tackle head on. Yep. Oh, you must be one of those gym challengers, right? Yep. Waarom zou je dat willen ontkennen? I thought so. I saw you at the opening ceremony. My name's Milo. I'm the gym leader and rather partial to grass-type Pokémon. I've been itching to just see how good the champion-endorsed gym challengers are. Let me find out at the gym stadium. Just head on through this route and you'll run into my stadium. See you there! Come on now, back to the stadium with you two. We can't keep the gym challengers waiting. En Wooloo bad en gaat mee. Onze eerste encounter met Milo. Lijkt me een geschikte gast. Komt vriendelijk over. En daar hebben we onze vriendelijke rivaal op. That's Turffield Stadium down there. Daar moeten we heen. Voor onze allereerste gym badge. The gym leader just returned too. Milo's his name. The place is jam-packed with challengers. En het gaat dus eeuwen duren voordat het onze beurt is. Oh, maar Sonja was op zoek naar ons. Ze wilde je iets vragen. Ze heeft het ook aan mij gevraagd, maar hij had geen idee. She's up on that what's her face hill. You know the one. Oh ja man, echt wel. Wat? Niet? Kijk maar op je kaart. En oh, dat is haar Yamper. Die kunnen we natuurlijk ook volgen. Oké, dan gaan we eerst achter Yamper aan. Bowark. Bowark? Wat? Hallo. Mijn foto was niet genoeg. Oké, Yamper gaat verder. Ik wijk even af naar rechts. Want ik zie daar een Pokéball liggen. Een X-attack. Sharply boost attack. Dat mag natuurlijk. Dan ga ik ook hier nog even heen. Zulke mysterieuze stenen structuren. Zijn ze gemaakt door mensen of door Pokémon? Dat is een goede vraag. Een item. Oh, een Leafstone. Wat nice. Je kunt Oddish natuurlijk vangen in de wild area. Dus je zou dan al een Vileplume direct kunnen krijgen. Ho! Dat klinkt wel als een heel vet idee. In elk geval, bedankt Yamper, zegt Sonja. I had you come because I wanted to hear what you thought. Wat is dat in het gras daarachter? That geoglyph, what do you think of it? Het ziet er een beetje uit als Dynamaxen. Misschien ook wel als the Darkest Day trouwens. Seems likely. It certainly looks like a gigantic Pokémon. I suppose people 3000 years ago could have just imagined this, but it looks too similar to Dynamax. It just can't be coincidence. A long time ago, a great black storm covered the Galar region. Giant Pokémon ran rampant. But what was this black storm they called the Darkest Day? What connection does it have to Dynamax? Dat wil Sonja uitzoeken. Ik vind haar muziektheme trouwens geniaal. Guess I'm the lucky lady who'll be looking into that. Grant sure gives me a lot to do. Thanks for your thoughts on the matter. As thanks, I'll give you a leak card. En we hebben Milo's leak card, die nu in ons album zit. Nou, dan zegt ze nog dat Milo grass-type Pokémon gebruikt, vuur, vliegend of bug.
en we krijgen 2 revives. Maar we gaan zo gewoon naar het Pokémon Center. Dan komt dat wel goed. Oké, ik ga hier naar beneden lopen. Ik ga naar het Pokémon Center en ik zie jullie in de gym voor ons allereerste gymgevecht. Daar is hij. De kortste weg naar de gym. En ik zie daar een Pokéball liggen. En hop. Moet je dit zien, Koen, zegt hij. De Grass Gym Badge. I got it in one try. Hij heeft hem al. Congrats, gast. I reckon I'm just about the greatest when it comes to wrangling Wooloo. I've had plenty of practice at it, after all. But I'm sure you can win this one, too. After all, you are my rival. Daar zijn we. Hallo, meneer de Pokéball. Thanks for rolling by to have a chat with your mate, the ball guy. En we krijgen een friendball van hem. Dankjewel. If you catch a Pokémon with a friendball, it'll become friendly with you in no time. Just like how we became friends. Oké. En ik zie hier een winkel. Uniform shop. Cool, we kunnen ons Ghost uniform. Die ziet er vet uit. Het ijsuniform, bug uniform, steel. Ook nice. Psychic. Electric, ook heel tof. Ground, flying cool. Normal, een beetje meh. Poison ziet er ook heel vet uit. Ghost, ice, steel. Ik twijfel tussen ghost en dit ding. Eigenlijk. Hoewel electric ook heel vet is. Oké, we gaan in eerste instantie gewoon voor de ghost uniform. Hop. Already purchased. Ik ben klaar met shoppen. En dan is het nu tijd om te saven. We zien daar ons team. Dit moet toch lukken. Daar gaan we. Welcome, Gym Challenger. Allow me to help you through your registration. First things first, how about a quick refresher about the gym challenge? Het doel. Elke trainer verslaan. 8 gym badges winnen. Oh, en een gym missie. Ja, ik wil graag weten wat de gym missie is. Please change into your uniform. Oké, pak ik dan direct de ghost? Nee. Hey. Maar ik heb een nieuw uniform gekocht. Waarom sta ik dan nog in mijn oude uniform? Oké, maakt niet uit. Focus, Koen. Gym missie. Wat is de gym missie? Cool. Het is echt een half hindernisparcours. Wat is de bedoeling? The mission given by Turffield's Pokémon Gym is this. Wat een vette snor heb jij. To chase our unruly Wooloo. To that blockade. Dus we moeten de Wooloo in die blokkade krijgen. En ik mag hem Dan noemen. Laat de missie beginnen. Oké. Die Wooloo die gaan gewoon rollen zodra ik achter ze aanloop. 20 van de 20. Nailed it! En dan rollen ze ja, daar natuurlijk doorheen. Oké, en nu? Oh, het is wij tegen Yamper. Ik zie al hoe het gaat. Nou, dat valt gelukkig nog heel erg mee. En is dat een trainer? Ik zou het denken. Ja, kijk, het is dus een challenge in een challenge. Maar goed, Samuel, gym trainer, wat heb je bij je? Een Gossifleur. Toffe ondergrond. 16. Oké, we zijn, als dit het level blijft, in elk geval iets overleveld. Net niet in één keer. Dat is wel jammer. Dat was een critical hit en not very effective. Hartstikke tof, dat mag vaker. Senor, bite. Dat was nummer 1. En dat was ook direct Samuel. Cool. Lekker. Tof overwinningsthema. Wat is hier dan de bedoeling? Ik neem aan dat die Yampers allemaal weg zou jagen, dus we gaan gewoon hier langs. Oh, blijf hier. Waar gaan jullie heen? Oké, dit lijkt goed te gaan tot nu toe. We gaan jou gewoon eventjes uitdagen dan. I wonder if your Pokémon want to use their moves with all their strength and feel great.
Mijn Pokémon kennen, dan willen ze dat. Gymtrainer Mark, die er precies zo uitziet als de vorige gymtrainer en een Budgie heeft. Ik ga ervan uit dat een Flame Wheel van Signor er wel voor zorgt dat die Budgie neer is. Jap! En wat is je tweede Pokémon? Oddish. Leveltje hoger, maar nog steeds lager dan Signor. Hoop dat hij hem in één keer neer heeft. Ik vraag het mij af. Nee. Goed zo. Zolang ze maar geen Poison of Paralysis moves gebruiken, vind ik het meeste wel prima. Ik heb nog wel een paar potions, dus dat komt wel goed. Maar als ik poisoned zou raken, zou dat wel vervelend zijn. Tot nu toe valt het nog mee. Oddish neer. En dat was Mark. Blijft een cool thema. Daar nog twee en daar de rest. Geen idee waarom dat ineens wegging van elkaar, maar hey. Door naar de volgende. Dit is een vrij ingenieuze manier om dit te doen. Daar kunnen we, als het goed is, langs zonder dat we Yamper tegenkomen. Of toch niet? Jullie kunnen daar gewoon heen. Hé, hey, jullie, terug. Nee, jullie ook, terug. Daarheen. Move. Oké, ik accepteer wel dat we het in delen doen. Die kant op. Zo, jou in de tussentijd nog eventjes uitdagen. The gym leader lies just ahead of you, but that doesn't mean you'll be reaching him. Ik dacht het wel. Gym trainer Lea. Bounce Sweet. Oh, dat is zo'n nieuwe, die appel. Oké, senor, Flame Wheel. Kijk, dat zie ik graag, want senor zit nu ook op 20. Oddish is de volgende Pokémon. Hopelijk nu in één keer. Ik denk het haast niet. Maar wie weet. Flame Wheel, go. Ja, kijk. Zo zie ik die gymgevechten graag. Next is de gymleader. Oké. Blijven jouw Yamper daar nu ook staan dan? Want ik moet al die beesten hier weer vandaan zien te halen. Knal er maar door. Ik heb medelijden met degene die dit weer allemaal moet opruimen trouwens. En weer moet opzetten. Het is tijd voor het allereerste gymgevecht. Hier gaan we. De trap op. Oh, we komen echt door een nieuwe hal. Gym mission cleared. Even zwaaien naar het publiek. En hier staan we. In de catacomben. Ik kan 7. Voor de rest kan ik niet zoveel. Dus hier gaan we. Er zit een heel stadion te wachten. Er worden al foto's genomen. Ik voel me in deze game echt als een soort van sportheld. Dat is wel heel tof gedaan. Daar is hij. Milo. Grass-type trainer. Rood tegen groen. My gym's the first one people face, so we get a lot of challengers. That's why I try to keep the gym mission challenging. But that didn't stop you from completing it, Koen. Proper job. Goed gedaan. Sure seems like you understand Pokémon real well. This is gonna be a doozy of a battle. I'll have to Dynamax my Pokémon if I want to win. Gaat hij dat doen? Tof, dan kunnen we hier Dynamaxen. De eerste keer dat dat in een gevecht kan. Als een soort van western draaien we ons om. Hij heeft ook een soort van pistolen hangen. You are challenged by the gym leader, Milo. Die begint met een Gossifleur en een Ultra Ball. Terwijl hij daar alleen maar Pokeballs in zijn holster heeft hangen. Yes, we hebben Dynamax. Energie. In de Galar region, Pokémon can become far larger. Ja, dat is Dynamax. 3 beurten maar. Max moves komen er dan. Oké. We gaan eerst niet Dynamaxen. We gaan gewoon deze vuuraanval Flame Wheel gebruiken op Gossifleur. Die al op level 19 zit trouwens. We zijn ineens niet meer zo underleveled. Overleveled moet ik zeggen. Maar deze gaan we waarschijnlijk nog wel neerkrijgen. En ik ben redelijk rustig. Want we hebben natuurlijk een heel team van Pokémon dat rond de 20 zit. Dat was Gossifleur. Eldegoss is de volgende Pokémon. We're not going to be done that easy. We're tough as weeds.
Nou, laat maar zien. Eldeglass. Als ik de AI enigszins volg, zal die hier gaan Dynamaxen. Dat gaan wij dus ook doen. En dan gebruiken we Max Flare. Kijk, come on then, it's Dynamax time. You're about to be uprooted. Woordgrap, ontworteld. Oké. Laat maar zien. Nice. Het publiek gaat juichen. Echt heel tof. Wat een toffe soundtrack. Ik moet bekennen, ik wist in het begin niet precies wat ik van het Dynamaxen moest denken, maar het is wel tof aangepakt hoor. Het is echt heel tof gedaan. Daar is onze supergrote senior. Moet je die snor zien, wat een held. Oké. This will really leave you in shock and awe. It's our Dynamax move. Max Overgrowth. Wat gebeurt hier? Behalve dat mijn controller echt trilt. Nou, dat deed vet veel. En ik sta nu op een grasveld, neem ik aan. Ja. Nou, dat branden we dan weer weg met Max Flare. Go. Kijk, dat zet al een stuk meer zoden aan de dijk. Super effective. The sunlight turned harsh. Oeh, HP restored. Vanwege het gras of vanwege sunlight? Want het gebeurt ook bij mij. Huh. Nou, we gaan dit nu waarschijnlijk dus gewoon uitwisselen. Maar ik ben dus heel blij dat dit op mij niet zo verschrikkelijk veel schade aanricht. Max Flare voor Senior. In elk geval, critical hit? Nee, gewoon een andere roll dus. Kaboom. Ja, dan ben je ineens weer klein. Super vet. 2 level-ups. Goed gedaan, senior. Je bent een held. En Milo is verslagen. The power of grass has wilted. What an incredible gym challenger. 3200 voor winnen. Dank u. En we hebben gewoon een evolutie. Raphael evolueert. Oh, nice. Raphael evolved into Dreadnought. Ook in de Pokédex. With jaws that can shear through steel rods, this highly aggressive Pokémon chomps down on its unfortunate prey. En hij wil een aanval leren, zo te zien. Rock Tomb. Yes, die mag hij van mij leren. We verleren een Bite voor nu, want ik heb andere Pokémon die ook een Dark-type aanval kunnen. Rock Tomb. En dan komen we weer samen in het midden. Voor natuurlijk de Gym Badge. This must have been a fulfilling Pokémon battle for you. Ja, met een onverwachte bonus. Als bewijs dat we hem hebben verslagen, krijgen we de Grass Badge. Handdrukken is wat minder mooi geanimeerd. Oh, verzamelen we op die manier een cirkel? Wat tof! We kunnen die Pokémon tot en met level 25 vangen. En we moeten dus alle badges verzamelen om de Gym Challenge te completen. Challenger Koen, my most sincere congratulations on defeating Gym Leader Milo. Please accept this TM to commemorate your victory. Magical Leaf hebben we ook binnengekregen. The user scatters curious leaves that chase the target. This attack never misses. Dat is handig. En we krijgen een replica van Milo's uniform. Super, super tof. Oh, hij komt er zelfs nog eventjes aan. Some advice. The gym challenge has a set order you'll need to follow. De nieuwe stop is Hulbury om Nessa te ontmoeten. Hulbury ligt net naast of achter route 5. En we kunnen ook naar de wild area gaan om Pokémon daar te vangen. Dus dat zijn de twee opties die we hebben. Wat moeten we doen? Wild area of volgende stad? Laat het me weten in de comments hier beneden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef hem een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan was ik Crazy Koen. En zie ik jullie super graag in de volgende Pokémon Sword playthrough. Toppers, how do?